Dit is de avond van bruine oliebollen. Dit is het avondje dat de champagne, kurken en de rotjes weer hevig zullen knallen. Een avond gezellig met z'n allen. Dit is de avond van vele vette flappen. Dit is het avondje waarvan de afloop reeds is te voorspellen. De winst zal aan u weten, natuurlijk weer veel te veel gegeten. Een avond vol van te veel, maar ook vol met artiesten. Ja, zij nemen hier deel aan de Allerjaarshow. Goedenavond en hartelijk welkom bij ons programma met de beste wensen. We stellen de artiesten aan u voor die vanavond optreden. Rob de Nijs. En dan de Deep River Quartet met zang van Joanne. Dit is de avond om zorgen te vergeten. Het laatste avondje van vorig jaar. Al liep het niet zo gladjes, 1985. Gelukkig, het eindigt toch nog prachtig. Dit is de avond van drinken en van proosten. Dit is het avondje waarop de kinders niet naar bed toe hoeven en van de slaap ontvallen, om straks het oude jaar weer weg te knallen. Schenk nu uw glas maar vast bij, want daarvoor hebt u komend uur geen tijd. Dat zit vol met een oudejaarsshow. En natuurlijk hebben we nog veel meer artiesten voor u. Naast mij, wie kent haar niet? Hier is Lori Spee. Hallo. Daarnaast drie lieftallige jonge dames en zij noemen zich Mai Tai. Dit is een avond voor vrienden en familie. Dit is het avondje waarop de buren niet over je kletsen, maar jou het beste wensen. Een avond voor enkel leuke mensen. Dit is de avond van lachen en van feesten. Maar ook het avondje dat in ons land nog velen moeten werken. Er zijn nog zoveel groepen, wie plichten maar altijd blijven roepen. Daarom aan hun speciaal deze show opgedragen. Ja, voor hun allemaal deze Allerjaarsshow. Maar dat was nog niet alles. We stellen u graag voor aan nog veel meer artiesten. Naast mij harpiste Anke Andersson. Hallo Anke. En daarnaast de man die nauwelijks enige introductie behoefte, natuurlijk Lee Towers. Dit is de avond van bruine oliebollen. Dit is het avondje dat de champagne, kurken en de rotjes weer hevig zullen knallen. Een avond gezellig met z'n allen. En als u werd niet gevreurd, Leontien brengt de groeten. Als u werd niet gevreurd, want voor u is de show een avond vol favorieten, waar het oude jaar mee besluit. Een avond om te genieten, zo luiden wij het jaar met u uit. Goedenavond en hartelijk welkom vanuit het Lido in Amsterdam. Wij brengen onze oudjaarsavondshow, ons oudjaarsavondprogramma met de beste wensen. En u heeft het al gezien welke artiesten daarin allemaal optreden. Het is een programma bestemd voor u die thuis bent en lekker vrij bent. Maar ook voor mensen die moeten werken. En Leontien Keulemans gaat een aantal van die mensen die moeten werken opzoeken waar dan ook in Nederland. En waar is zij het eerste? Wij weten het niet. Leontien, meld je maar. Ja? Ja, Eddie, we staan daar vaak niet zo bij stil, maar tal van mensen die in de continudienst werken, moeten vanavond op oudjaarsavond dus werken. En dat lijkt mij nou juist een avond bij uitstek om in huiselijke kring door te brengen. Om hun leed nou een beetje te verzachten, dragen we dit programma speciaal aan al die mensen op. En ik begin mijn route langs een aantal mensen die in continudienst werken, hier bij Scheveningen Radio. Een radiostation dat 365 dagen per jaar, dag en nacht, zorgt voor communicatie tussen schepen en de wal en omgekeerd. Er worden hier per jaar zo'n 1 miljoen verbindingen tot stand gebracht voor gesprekken, telegrammen en telexberichten. Maar ook de veiligheid op zee, in de vorm van weerberichten, stormwaarschuwingen en dergelijke, is een belangrijke taak van PCH Scheveningen Radio. U begrijpt dat voor deze activiteiten, belangrijke activiteiten, tal van mensen dag en nacht in de weer zijn. Zo ook Kees en Marianne Kwant. Hallo Kees, jij bent telegrafist. Wat ben je op dit moment aan het doen?
Ik heb op dit moment verbinding met een Frans schip en er wordt een telegram naar hem overgezeind van zijn agent. Dat zijn normale telegrammen, neem ik aan. Die hebben niks met gelukkig nieuwjaar te maken. Nee, in dit telegram wordt verteld dat de loodsdienst voor hem klaarstaat. Ja, want ook de gewone berichten gaan gewoon door. De gewone berichten gaan ook gewoon door. Er passeren momenteel ook honderden nieuwjaarswensen aan de morsensleutel. En zijn die nou in de meerderheid op zo'n avond als deze? Veel wel, ja. De leuke berichten voeren de boventoon. De leuke berichten voeren nu inderdaad de boventoon, ja. Ik had het net over jouw vrouw. Ik zie dat ze eventjes klaar is, als ik geluk heb. Maar Jan, ik wil aan jou ook een vraag stellen. Want jij zit hier achter een soort telefooncentrale, lijkt het mij. Klopt dat? Ja, nou, ik ben bezig. Ik heb hier een verbinding met een schip. En dat zit ter hoogte van Lissabon. En die wil even naar huis bellen op oudejaarsavond. Dus en het is net afgelopen. En dat is dus eigenlijk heel gewoon op zo'n avond als deze, hè? Iedereen wil zijn vrouw of zijn familie gelukkig nieuwjaar wensen. Is het al heel druk of wordt het nog drukker? Nou, het is nog niet echt druk, maar straks na een uur of 12, dan moeten alle zeilen bij. En dan wordt het echt heel druk. En dan moeten we allemaal ontzettend hard werken en dat duurt wel tot een uur of 3, 4. Hoe doen jullie dat nou onder elkaar? Wensen jullie elkaar om 12 uur nou ook nog oud en nieuw, gelukkig nieuwjaar? Of gaan jullie gewoon door? Nee hoor, we stoppen echt even. Het is 12 uur, jongens, allemaal gelukkig nieuwjaar. En we drinken een glaasje uiteraard. En dan gaan we gauw verder. En we, soms hebben we al een verbinding lopen. Schepen die dus even voor 12 uur zijn doorverbonden. Die kunnen dan, die hebben om 12 uur verbinding met hun vrouw. En na 12 breken ze het gesprek af. Oké, Marjan, dankjewel. Ik hoop dat jullie hier met z'n allen een lange adem vanavond hebben, want het wordt dus heel erg druk. Ik wens jou en je collega's vast een heel goed uiteinde. En voor al deze mensen hier die hopelijk een lange adem hebben, gaat Rob de Nijs zingen Alles wat ademt. Vrede is ver, verder dan ooit. En dat was Rob de Nijs. Het is niet echt koud hier, hè? Nee, zeker niet. Nee. Ik zit bij een hele bescheiden tafel. Er zit nog alles in, praktisch. Ja. Maar het programma is ook net begonnen, nietwaar? En Rob de Nijs had het nog veel warmer dan nu allemaal, hè? Dus al die prachtige lichtjes. Wij gaan weer na dit lied, zoals u in dit programma nog meer zult ervaren van ons, gaan we weer contact zoeken met Leontien Keulemans. Ja, ik ben hier bij het PEN in Diemen. En dat is het provinciaal elektriciteitsbedrijf van Noord-Holland. Een van de 30 elektriciteitscentrales in Nederland. En daar zijn dus alle centrales bij meegerekend, grote, middelgrote en natuurlijk ook kleine. En ik heb me laten vertellen dat het PEN hier in Diemen een middelgrote elektriciteitscentrale is. Nou, heren, u heeft allemaal even vrijgemaakt om met mij te praten. Ik zou als eerste vraag eens willen stellen, wat gebeurt er nou thuis als er zometeen hier alle elektriciteit zou uitvallen? Wat gebeurt er dan thuis met onze stroomvoorziening? Nou, niets, denk ik. Hoe kan dat? Nou, dat komt omdat wij met alle 30 centrales in Nederland aan elkaar gekoppeld zijn, via het koppelnet. En als er eentje tussenuit valt, dan vangen die andere 29 vangen dat op. Die moeten gewoon wat harder werken dan? Die gaan harder draaien, precies. Heren, is dit nou een bijzondere avond voor u, oudejaarsavond, of merkt u er weinig van? Gaat het werk gewoon door? Nou, het werk, dat gaat gewoon door. En zo'n bijzondere avond is het niet, want we zijn het gewoon gewend. En voor ons is deze dag als ieder andere dag hetzelfde. Alleen, we hebben hier een oliebol op tafel. En daar moeten we het mee doen. Champagne kan er niet af, want dat is verboden tijdens je werk. En een echt kopje koffie krijgen we ook niet, want de kantine is dicht. Dus moeten we het met koffie uit de auto maken. Verder is het hier doodstil. Ja, behalve de herrie van de elektriciteitscentrale zelf. Ja. Merkt u weinig van het vuurwerk straks om 12 uur buiten en al dat soort dingen. Maar bent u dat nou gewend zo door de jaren heen of is het ieder jaar weer moeilijk? Nou, als u weet dat bijna iedereen die hier werkt gevaren heeft. En
Die zijn dus het een en ander weg geweest. Niet alleen een oudejaarsavond dat ze er niet zijn, maar ze zijn wel eens een half jaar weg geweest van huis. Dus zo bijzonder is het niet. De mensen die hier werken, die zijn het gewoon gewend om bepaalde dagen niet thuis te kunnen zitten. Nou, dames en heren, het is niet niks wat u hoort hier. Deze mensen, die werken dus dag en nacht door, zelfs op oudejaarsavond. Maar ik wil ze toch nog even vragen of ze misschien nog een wens hebben voor hun collega's in die 29 andere centrales in Nederland die nu op dit moment ook aan het werk zijn. Wie heeft er een leuke nieuwjaarswens? Nou, ik zou zeggen voor vannacht in ieder geval een rustige wacht. Want dat is altijd al meegenomen als begin in het nieuwe jaar. En voor de rest in 1986 een voorspoedig en vooral gezond jaar. Ja, en 6PLUS sluit zich volledig bij deze nieuwjaarswens aan. En brengt daarom een gezongen hommage aan alle werkers in de energiebedrijven.